Ik zit hier gewoon op een zolderkamer in de Latijnse schoolstraat. In de Latijnse school zelfs. De oude Latijnse school. Mm-hmm. En dat is van jouw ouders. Ja, we zijn hier vijf jaar geleden komen wonen. En ze zien dus mijn vader hier aan verbouwen. Het was hier overal als drie lagen gipsplaat, zeg maar. En mijn vader, en het was echt helemaal niet meer in originele staat. Daar is mijn vader gewoon nog steeds rustig mee bezig. En wij hebben het geluk dat wij hier kunnen repeteren. En ja. Mensen hier in de buurt vinden het allemaal goed, vinden het leuk, dus... Maakt het veel lawaai buiten of hoor je het niet zo goed? Het valt wel mee, alleen je hoort het eigenlijk alleen via straat. Ik ben Christophe, ik speel best wel een tijdje gitaar. En ik ontmoet hen allemaal op school, dus ja. Op welke school zitten jullie dan, of zaten jullie? Tijn en ik zitten nog steeds op vrije school. En zij eerst ook, maar nu zijn ze naar... Wij zitten nu in Rotterdam, de vrije school. En wij zitten nu in de vierde. Ja, Vier Havo. Oh, dat is Vier Havo. En jullie zijn dan? Wij zijn nu drie. Ik Havo en hij VWO. Ik ben VWO, ja. En hoe oud zijn jullie dan allemaal? 14. Ik ben ook 14. En wij zijn 15. Ik vind het hele lekkere muziek. Ik was vroeger helemaal van de punk en de metal en noem maar op. Nou, jullie zitten er een beetje tussenin, denk ik. Ja. Hoe omschrijven jullie zelf jullie sound? Heb je daar een naam voor? Ja, ik denk iets ruiger dan rock, maar ja. Ja, we vonden het altijd heel moeilijk om een naam aan te plakken, want we hebben een beetje... rock'n'roll nummers, maar we hebben ook echt wel serieuze nummers die wel echt wel flink rocken, zeg maar. Dus we noemen het soms een beetje happy rock of zo. Maar dat eerste nummer wat ik net hoorde, dat vond ik echt punky klinken. Dat heette My Religion, als ik me niet vergis. Ja, maar wat is de strekking van de tekst? Dat ontging me nog even. Maar je schreeuwt natuurlijk ook best terwijl je zingt. Ja, klopt. Het is best wel een ruig nummer om te zingen. Ja, de tekst gaat een beetje om iemand en... Ja, die vindt het systeem een beetje corrupt in zijn stad. Maar dat is niet, dat had ik gewoon verzonnen, het is niet dat ergens op slaat uit mijn leven ofzo. Nee, maar daar zijn er wel van, zitten bij jullie verzet in. En vrije school is natuurlijk toch, dat is niet helemaal binnen de lijntjes van de maatschappij toch? Of zeg ik het dan verkeerd? Nee, het is anders. Het is eigenlijk eerder braver dan ruiger hoor. Ja, maar, ja. 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 Maar zijn jullie een beetje tegengeluid of... Nou, we zijn wel kritisch, maar we zijn, ik bedoel, ik vind het systeem, hoe het nu allemaal gaat, vind ik wel goed, zeg maar. Maar ja. Ik bedoel, het is goed om met een kritische blik te kijken, maar het is nou ook weer niet dat we dat in onze tekst verwerken. Bij ons gaat het eigenlijk meer om de muziek en hoe de tekst de muziek opvult dan de betekenis van de tekst, als ik het goed zeg eigenlijk. Ja. Meestal maak ik eerst de muziek en daarna... vult de tekst eigenlijk een beetje bij. Ja, precies. We hebben ook een paar beetje zomerrockachtige nummers. Dus het gaat dan vooral over surfen en strand. Maar ja, we zijn eigenlijk in een soort van bijna drie categorieën in één. Wat zijn jullie plannen? Hè? Nu is natuurlijk een shit tijd om voor optredens en dat soort dingen. Maar zouden jullie het liefst een band worden die gewoon echt jaren blijft spelen en alle podia van Zeeland en Nederland onveilig maakt? Of wat is... De wereld zelf. De wereld, kijk, ambitieus. Eigenlijk wel, ja. Daar gaan we natuurlijk niet per se nu... als doel voor, maar we zouden het wel leuk vinden als we gewoon wat optredens kunnen regelen en dat we gewoon in Middelburg wel bekend kunnen worden zo van, oh ja, dat is Breakout. Ja, we willen wel gewoon als vriendengroep willen we gewoon zo lang mogelijk als het maar kan muziek blijven maken. Je had ook nog een nummer gemaakt dat gaat over Middelburg. Nou, dat vind ik natuurlijk leuk, maar wij zijn de stad. Ja. Kunnen we die als een soort, als voorbeeldnummer spelen, dat ik die opneem? Ja, tuurlijk. My City.